Maarten, stel nou dat ik hier kom werken. Krijg ik dan een auto van de zaak? Mobiliteit is een heel belangrijk onderdeel van je werk en je inzetbaarheid. Daarom faciliteert SOST jouw woon-werkverkeer. De manier waarop is wel afhankelijk van je eigen keus en je rol binnen SOST. We hebben een speciale afdeling mobiliteit waar je alles kan regelen omtrent je leaseauto. Je vroeg naar de auto van de zaak. Als jong professional kan je kiezen uit 2 standaard auto's. De kosten hiervan worden betaald door SOST. We hebben de auto's met zorg geselecteerd op basis van cataloguswaarde, aantrekkelijkheid voor jou als jong professional en maatschappelijk verantwoord ondernemer. Oké, en stel ik ben geen jong professional, wat dan? Als je geen jong professional bent, dan kan je eigenlijk elke auto leasen die je wil. We hebben een portal waarbij je de auto kan zien en de prijs. De kosten van de auto worden in mindering gebracht op je beloningsbudget. Dat betekent dus als je een leaseauto kiest, heb je een lager netto salaris. Je hebt niet alleen een lager netto salaris, maar ook een lager vakantiegeld. Omdat vakantiegeld onderdeel uitmaakt van het beloningsbudget. En als ik al een hele mooie auto heb en liever daarin blijf rijden, wat zijn dan de mogelijkheden? Dat kan natuurlijk ook. Je kan als jong professional je zakelijk gemaakte kilometers netto vergoed krijgen tot een maximum van €500. Je moet hiervoor wel een declaratie indienen. Als niet jong professional kan je de kosten fiscaal verdedigd vergoed krijgen via het cafetaria systeem. Maar dat kan alleen als het gaat om zakelijke ritten. En als ik helemaal geen rijbewijs heb? Dan kan je gebruik maken van het openbaar vervoer. Iedere sollicitist krijgt bij een diensttraining een NS Business Card, waarmee je kan reizen met de trein, bus, tram, metro door heel Nederland. Je kan ook gebruik maken van deur-tot-deur diensten, zoals een taxi. Kijk op Einstein onder jouw vervoer wat de mogelijkheden zijn voor leaseauto's en wat je allemaal kunt met de NS Business Card. Hier vind je ook de voorwaarden.